Wij gaan op zich wel heel veel naar boeten dan met de bijen. Maar het bewust worden van dat ik mijn oren vakken ben, echt een boetentak is, dat willen we eigenlijk creëren met deze lessen. Als we een boetentak gaan, gaan we heel vaak mooi beweging naar boeten of tekenopdrachten naar boeten. Maar we pakken net zo vaak rekening of Engels of taal erbij. En eigenlijk is dat soms wel eens een keer een uitdaging, omdat ik eens een keer boeten te doen. Want er zijn toch wel een paar bands, sommige bands hebben echt behoefte om die fris lucht en even wat meer te bewegen. En dan komt ze een beetje tegemoet. En hoe kom je hem aan die lesmateriaal daarvan? Van twee meesten die dat project ik leidde, wat je ook krijgt zijn. Van IVM? Ja, van IVM. En daar hebben we wat lessuggesties in gekregen. Maar ja, goed, als wij gewoon de methode erbij pakken en denk eens even goed naar van hey, hoe zoek ik dat nou boeten del kunnen zetten. Oh, je bent gewoon op 12 point, dus je moet net zijn 4 foot. Dit kan het. He, maar bij de haven heb ik straks gecommenteerd. Ik vond een paar hele leuke lessen. Okay. He, mooi het wetter, zeg maar. En dan natuurles. Ik vind het super leuk. Het is heel raar. Heel raar? Ja. Ja? Ja. Het is wel anders, maar ik vind het wel leuk. Het is wel leuk? Ja. Waar ben je maar bezig? Wat doe je nou? Wat doe je dan? De oppervlakteberekening. Oppervlakteberekening van? Van met glitterbaan. Van alle apparatuur die we hier op het plein en het veld hebben. Hier met de oppervlakte zaken te rekenen. Maar hier is dat tegel is 50 centimeter. Dus als er dan per tegel is, dan hest het sneller. En dan met die klein mee, dat is de kraaien. Dus 16.